Ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe gameplay hier op mijn kanaal. En het is niet zomaar een gameplay, het is namelijk ook een flawless gameplay. En nee, Bouke, sorry, ik dacht bij mezelf, ik kan het ook nog aan jou toe opsturen voor jouw Flawless Friday serie die jij hebt. Maar ik wil hem toch eventjes voor deze keer in ieder geval lekker op mijn kanaal hebben. Nee hoor, geintje Bouke, want je bent goed bezig met die serie. In ieder geval, hij is flawless dus inderdaad. Ik speel hier met de P90, met Rapid Fire en Silencer. Daarna speel ik met de Perks setup, Sleight of Hand, Assassin. Dat is namelijk om snipers te weren, die namelijk Marksman hebben. Dus ik speelde met Sleight of Hand, Assassin. En daarna speelde ik met Stalker. En ik denk dat het ook een betere combinatie is om Stalker te gebruiken, of Assault Streaks in ieder geval. Kijk, bij Specialist Streaks... een lokje stalker, hè, op het laatst. Dus dan heb je gewoon als specialist, dan heb je stalker. Of je zet stalker bijvoorbeeld in het unlock schema, zeg maar, van je specialist streak. Maar in ieder geval, ik dacht mezelf, weet je wat, ik speel hier dus gewoon met stalker. Eventueel tegen campers natuurlijk. Bouncing baddies, claymores. Nou, je weet al die shit wel die je in de game hebt natuurlijk. Die in elke game zit. Maar, ja, dat is gewoon prettig om daarmee te spelen. En daarnaast speel ik dus met die streaks. Want ik speel echt hoge assault streaks. Zoals ik al dat zeg en zo. Ik speel me namelijk met de Reaper. Met de AC-130. En daarnaast speel ik met de Osprey Gunner. En eigenlijk, hè, is dat zeg maar ongeveer wat je normaal gesproken nooit doet. Tenminste, ik doe het nooit. Want als ik namelijk in een party speel. Met bijvoorbeeld Paul samen, met Erik, met Braadworst, en et cetera. Je weet ons groepje wel een beetje. Dan hebben we eigenlijk zeg maar een soort van ongeschreven regel dat je niet met deze streaks mag spelen. Waarom niet? Nou, stel dat Paul zit op een Moab streak, zeg maar wat. He, hij zit vaker op een Moab streak dan ik natuurlijk. Maar, nee hoor, Paul, nou ja, eigenlijk wel. Oké. Maar in ieder geval, stel, Paul zit op een mobstreek en zo. En dan kom ik dan aan met mijn Reaper en Ace van 30 erboven. En al dat stof en al die smoke die je eromheen hebt. Ja, dan gaat Paul niet blij worden. En dan gaat hij terecht boos worden, zal ik het zo zeggen. Dus vandaar dat we zeg maar de ongeschreven regel hebben om daar niet mee te spelen. Ja, ik ga één keer bijna dood. Dat was dus hier, want hier heb ik een beetje mazzel dus. Maar verder is het denk ik wel leuke gameplay om naar te kijken. Al is het natuurlijk wel zo, ik haal gewoon mijn Reaper. En ik zit eigenlijk zit ik alleen maar in die machines en zo. Normaal gesproken, als je dat, bijvoorbeeld op een op Black Ops 2, zeg maar wat, of wat anders. Dan spoel je dat meestal door. Maar ja, ik upload dat nooit. Dus ik dacht mezelf, weet je, what the fuck. Ik ga dat gewoon lekker erin laten zitten. Dat is ook wel leuk. Kun je mijn skills zien in ieder geval met de Reaper, die ik dus niet heb. Maar... ja, jullie kunnen toch dat even zien. Is toch altijd leuk en zo. En mocht je dat eventueel ook wel leuk vinden. Vaker Assault gameplay willen zien. Laat het ook even achter, zou ik zeggen. In de comment, bij de comments natuurlijk. Want dan ga ik ook gewoon iets meer Assault spelen. Het voordeel van Assault spelen is wel dat het eigenlijk een beetje relaxed speelt. Zeg maar. Want als je bijvoorbeeld hier helemaal. Natuurlijk op TDM. Als je voor een Moab gaat hierop. En je hebt eigenlijk al 5 streken. En je gaat dood. Dan is het eigenlijk. Is het dus alweer. Eigenlijk game over, hè? Dan is het klaar. Dus laat het gewoon even achter. Nou, voor de rest van het weekend in ieder geval. Ik heb natuurlijk met Paul heb ik samen weer die MW3 Spec Ops heb ik opgenomen. Echt super leuk natuurlijk. Dat komt er ook weer helemaal aan. Morgen komen er ook nog wat dingetjes aan. In ieder geval, ik ga ook nog Minecraft opnemen met Kelsey samen. Als het goed is dit weekend, ik hoop het wel. Want we hebben al voor mij een maand al niks meer gedaan eraan. Daarnaast ga ik morgenavond een keertje uit weer. Dat is echt voor mij, ik weet niet hoe vaak jullie uitgaan. Laat het ook even achter, zou ik zeggen. Of jullie ook uitgaan. En waar jullie naartoe gaan eigenlijk. Want ik ben echt al in, ik denk al 2 jaar niet meer uit geweest of zo. Ik ben nu natuurlijk weer in principe gewoon helemaal vrijgezel. Dus het is ook wel leuk om even uit te gaan. En ik ga morgen dus even uit lekker met Paul samen. En met Erik, want Erik komt weer een nachtje slapen bij mij. En met Jeff van Delete. En ga ik ook een leuke vlog opnemen. Kijken of we een beetje een leuke vlog ook kunnen opnemen. Dat we niet te dronken zijn. We zullen wel waarschijnlijk wel een beetje aangeschoten worden. Hè? Maar dat moet wel een keertje kunnen, toch? Dat moet altijd een keertje kunnen. Als je het maar niet elke keer doet natuurlijk. Want het is gewoon slecht voor je gezondheid. Maar ik ga in ieder geval dus een vlogje opnemen ervan. En die ga ik dan zondag
als ik me redelijk voel, ga ik die lekker online zetten. Lijkt me heel erg leuk. En daarnaast ga je ook gewoon weer binnenkort nieuwe afleveringen zien van... Goldfish natuurlijk en ook van Fish for All. Fish for All ga ik dus niet meer verder dus op Black Ops 2. Maar dat ga ik niet meer uitleggen waarom. Dat heb ik al lang uitgelegd namelijk. Ik ga dus wel op MW2 en op andere Call of Duty's ga ik gewoon Fish for All gameplay halen. Zoals dat heet dan. En in Fish for All moet ik dus een minimaal 2.0 ratio hebben. En dan werken gewoon elke map af en zo. Nou, van MW3 heb ik al iets van 20 gehad of zo. Dus dan ben ik al een beetje richting het einde aan het gaan. Wil je dat zien? Zou ik zeggen van kijk dat ook nog eventjes in de, bij de, ja gewoon lekker in mijn playlist en zo. Want ik heb gewoon een Fish for All playlist. En we gaan richting het einde in ieder geval. Ik heb hier mijn Osprey Gunner. En zoals je kunt zien, als je eenmaal Osprey Gunner hebt, dat ding is echt zo vet overbouwd. Echt leuk om te halen. Een van de enige keren trouwens dat ik hem haal gewoon echt rechtstreeks. Want meestal heb ik hem uit een care package gehaald. Want normaal gesproken speel ik er gewoon niet mee. Ik hoop in ieder geval dat jullie de gameplay leuk vonden om te zien toch. En geef me even een groen duimpje natuurlijk. Dat vind ik ook wel leuk natuurlijk. Kijken of we weer een paar honderd duimpjes omhoog kunnen krijgen. En zeg ik natuurlijk gewoon zoals altijd jongens. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.